Wilfred van Leeuwen, jullie verliezen deze wedstrijd. Hoe kan dat? Ja, hoe denk jij dat het komt? Nou, je mist twee penalties onder andere, maar volgens mij kom je daarna gewoon nog op 1-0 en geef je het heel snel weer weg. Kijk, eerst wel vond ik waardeloos. Van beide kanten was er niet meer aan te gluren. Dus ik heb in de rust ook gezegd, gooi de energie in, er moet strijd in, beleving. En als je de wedstrijd wil winnen, dan win je hem ook. Nou, tweede helft gaan we er goed uit. Ik denk dat we hartstikke goed beginnen. Je krijgt twee pingels, die gaan mis. Nou, dan kom je op 1-0, goede goal. Dan komen zij voor de eerste keer in de tweede helft voor de goal. En dan maken ze 1-1. Ja, en dan krijg je een rode kaart. Die voor mij onbegrijpelijk is. Maar goed, het is de tweede al die we in twee weken krijgen. Het zijn allemaal dubieuze dingen. Weet je? En ik geef niet af op het arbitrale trio, want die mensen doen ook hun best. Maar ik denk dat wij al twee weken nu, of twee keer achter elkaar, Graafschap en vandaag gewoon een rode kaart krijgen om je ogen uit je kop te schamen. Hoe frustrerend is dat? Dat je eigenlijk op basis daarvan het heel erg moeilijk krijgt en misschien verliest daardoor? Nou ja, kijk, je verliest in eerste instantie door jezelf. He, laten we eerlijk zijn, een pingel moet er gewoon in. En als je twee krijgt, dan moet er in ieder geval één in. En dan is er ook niks aan de hand. Want wij waren de tweede helft gewoon de baas op het veld. En dat gebeurt dan niet. En dan kom je ook nog met 10 man te staan. En dan ga je aan het eind ook nog met 4 spitsen spelen, hebben we gedaan. 3 verdedigers, 2 middenvelders, 4 spitsen. En dan, goed, dat dan 3-1 wordt, dus een formaliteit. Hoe zit jij op de bank of sta je langs de lijn op het moment van die penalties en vooral van die tweede? Wil je dan dat Lieder hem weer neemt of heb je liever dat iemand anders hem dan neemt? Ben je daarmee bezig op dat moment? Nou, ik vind die gasten moeten dat in het veld uitzoeken. Als Lieder goed genoeg is om die tweede wel te nemen. Hij is 27, dus dat moet je die gast ook toevertrouwen, weet je wel. Als je als een idioot gaat staan schreeuwen en iemand anders neemt hem en die mist, dan krijg je dat weer. Dus, heb je dan wel een lijstje? Want ja, het is ook je topscorer natuurlijk. Het is niet voor niks dat hij die penalty's ook neemt waarschijnlijk. Maar voor een volgende keer dat je zegt van nu even iemand anders? Nou, hij heeft tot nu toe nog niet gemist. Weet je wel. Tegen Cambuur schoot hij van de week ook erin in de laatste seconde. Dus we hebben geen lijstje. Lieder neemt gewoon de pingels. En als hij hem niet wil nemen, dan neemt degene die goed in zijn vel zit. Voor jezelf ook een bijzondere avond volgens mij. Want je hebt net in de kleedkamer aangegeven dat je na dit seizoen stopt bij Eindhoven. Waarom? Nou ja, dat heeft een aantal redenen. Als je alles bij elkaar optelt, dan moeten een aantal dingen gewoon kloppen. En enerzijds sta ik niet achter een stukje beleid van de club. En anderzijds, kijk, mijn leven speelt zich af in Den Haag. En als ik hier 5-6 dagen in de week wil zijn, dan moet het totale plaatje moet voor mezelf goed zijn. Nou ja, en ik heb het gevoel dat dat niet zo is, dus dat heb ik van de week aangegeven. Dat is verder geen man overboord. Ik bedoel, het is geen wereldnieuws. Alleen, we maken gewoon een goed het seizoen af. We willen volle bak gaan voor de na-competitie. Dus dan kan Eindhoven rustig op zoek naar een andere trainer. Hoe frustrerend is het als je zegt van ja, die na-competitie willen we naartoe. Dat je dan eigenlijk van een ploeg die gelijk staat ongeveer met jullie verliest? Nou, frustrerend is niet dat je verliest. Frustrerend is de manier waarop je verliest. Weet je, als je tweede helft zo in die helft begint. Gewoon zoals het hoort eigenlijk. Nou, dan nogmaals, als je 2 pingels mist, nog een paar kleine kansen mist. En dan ook nog met rood eraf gaat, in mijn ogen een onterechte rode kaart. Dan is dat zuur.